hier bij het eerst van Svindestraat. En we lopen nu in Svindestraat op zoek naar goede voorbijgangers die iets kunnen vragen. Ja, hallo, we lopen weg op tafel. Ik vraag je nog iets vragen. Ja, wat wil je vragen? Wat vind je positief van deze straat? Ik vind alles positief in de buurt. Kunt u bijvoorbeeld een ding noemen? Ja, dat is veel. Maar de markt zelf vind ik het leukste. Ja? Ja? Wat vind je het best aan de markt? Alles in nationaliteiten, alles wat er te klein is, goedkoop is. Perfect. En bent u hier vaak? Ja, ik woon hier vlakbij. Oh, dat is goed. Oké. Hartelijk bedankt. Dank u wel. Hallo mevrouw, mag ik u iets vragen? Ja. Wat vindt u van het eerst van Svindestraat? Vind ik wel gezellig. En komt u hier vaak winkelen? Ja, iedere donderdag. Oké, en wat is uw favoriete winkel van het eerst van Svindestraat? Een lievelingswinkel. De banketbakker. Oké, en nu moeten we weg. Is goed, dank. We zijn nu bij het eerst van Svindestraat bij een bakker en we gaan iets vragen aan de meneer bakker. Hallo mevrouw. Kunnen we iets vragen? Ja hoor, dat kan. Wat vindt u van de Svindestraat? Het is een hele leuke straat. En zijn er veel klanten bij u? Ja, en heel gevarieerd. En kunt u iets meer positiefs zeggen over het eerst van Svindestraat? Het leuke is dat er allerlei verschillende soorten mensen erop lopen. Oh, oké. Okay. En zo winkelt u ook graag bij Dappermarkt? Ja. Er komen ook heel veel mensen uit het hele land voor de Dappermarkt. En welke winkels gaat u er graag heen? Ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Hè. Dan ga ik reclame maken. Oh, goed. Goed. Dankjewel voor het gesprek. En een fijne dag verder. Oké, okay, doei. Dag mevrouw, mogen we iets vragen? Ja. Is de positieve straat de Svindestraat? Nee, is Svindestraat een hele leuke straat. Heel veel culturen, heel gezellig. Winkelt u vaak hier het eerst van Svindestraat? Ik kom hier heel vaak. Ja. Niet zozeer het eerste van Svindestraat, wel Javastraat en Dappermarkt. Oh, oké. Okay. En kunt u iets positiefs zeggen? Over? Dit is anders. Ja. Dat het een hele diverse straat is met heel veel gezellige mensen. En leuke winkels. Oké, okay, dankjewel voor het gesprek. En fijne dag. Vindt u, bent u naar de Dappermarkt gekomen? Ja, ik ga even naar de Dappermarkt. En wat gaat u daar, en wat vindt u leuk aan de Dappermarkt? Ik ga er wat kopen. En heeft u een favoriete winkel op de markt? Welke winkel? Heeft u een favoriete winkel? Nou, niet speciaal, maar ik ga een tas kopen. Ik vind het een hele gezellige straat. Nog iets? Nou, er lopen altijd mensen en dat vind ik leuk om naar te kijken. Oké, en dank u wel voor het gesprek en een fijne dag verder. Graag gedaan. We zijn live bij het eerste van Svindestraat en hier ziet u de sport- en fitshop. En je ziet de winkel, een mooie winkel. Nu gaan we even naar binnen lopen. Kom binnen. Dankjewel. En zo te zien ziet u alles over het sport. En hier zijn zeg maar skiers, schermers, printaal. Hier zit nog pingpong, schermers, handschoenen voor voetbal. Tennisballen, frisbees, hier zitten zeg maar dingen voor kickboxen zeg maar, en hier zitten handschoenen, shortjes, hier is zeg maar balie. Zullen we dit zeg maar even mee voornemen? Zo ziet u een Turkse short, een rood met witte ster. En we gaan even door naar de andere kant. Zo ziet u zeg maar, drinks is spul om gespierd te worden. En nu ziet u een paar helmen van de kickbox. Ja, even. En we zijn klaar met het filmen. En we gaan nu even ergens anders filmen. En dit is het eind van het programma. En zo te zien hebben we genoeg gefilmd voor vandaag.
En nu zie je dat we bij het eerste van Swindestraat zijn. En nu ga ik iets even vragen aan de cameraman. En hoe vond u dat interview ging? Ik vond het een leuke dag. We hebben heel veel dingen bij elkaar verzameld. En we gaan nu een goede filmpje bij elkaar maken. En is het uiteindelijk goed gekomen? Ja, we hebben heel veel stukjes filmpjes. Oké. Okay.